GoverSlam is een initiatief van de Tennis Academy Henk van Ulst. En GoverSlam ondersteunt een aantal geselecteerde spelers van de Tennis Academy in het verwezenlijken van hun droom, het spelen van de Grand Slams. Sinds 2011 hebben wij GoverSlam in het leven geroepen. Als je kijkt naar de successen die we hebben gehad, Eva Wakkerno was een talentvolle dubbelspeelster. En voor mij highlight was eigenlijk het moment dat ze voor het eerst een WTA mocht dubbelen, in de tijd nog met Demi Schuurs. En ze mocht eerst ronde dubbelen tegen Barty. Ze is op dit moment toch de nummer 1 van de wereld. Maar dat gaf wel het gevoel dat we steeds dichter tot ons doel kwamen. Op het moment hebben wij een drietal GoverSlam spelers in het team zitten. De langzittende is Bart Stevens. En voor Bart was een hoogtepunt het spelen van de Australian Open bij de jeugd. Dus hij had de goede ranking om daar in te komen. En Bart ontwikkelt zich stapje voor stapje in de single. Wat betreft zijn dubbel gaat harder. Was best een unicum afgelopen jaar in 2019. Dat hij 6 dubbeltitels haalde met Mats Hermans. Waarbij hij ondertussen stiekem is geklommen tot een plaats bij de eerste 350 van de wereldranglijst. Jip van Assendelft is eigenlijk de jongste in het team. Moet nog 18 worden. Nog eens een rijbewijs halen. En hij had absoluut tot doel om Wimbledon jeugd te bereiken dit jaar. Was goed op weg. Maar door het COVID-verhaal is dat op een zijspoor beland. En gaat hij zich nu richten op het senior circuit. Merel Hoed is de dame in het team. En Merel is vorig jaar bij ons op de Tennis Academy erbij gekomen. En is een meisje wat al op de wereldranglijst staat. En absoluut potentie heeft om weer haar slag te slaan en de weg naar boven te vervolgen. Als ik als trainer-coach kijk naar de verwachtingen van mijn GoverSlam teamspelers, dan moet er binnen nu in 2 en 5 jaar absoluut iets ontwikkeld worden waarbij we straks op de Grand Slams een van die 3 spelers aan het werk zien. Om die weg te ondersteunen heb je wel een budget nodig. En belangrijk is dat die spelers fysiek ondersteund wordt, onderweg, on tour ondersteund wordt. Je kunt het niet alleen. Vandaar dat ik heel erg blij ben met de sponsoren die ondertussen zich hebben aangesloten, de Business Club members. En hopen we natuurlijk dat veel mensen heel enthousiast worden van dit verhaal. Spreekt dit jou aan als ondernemer? Talentontwikkeling, sportief ondernemen. Ga naar www.goverslam.nl en vind meer over ons en sluit je aan.